Warrior Talk wordt mede mogelijk gemaakt door XXL, Attila en Knockout. Ilonka, we gaan meteen door met jou. Hoe is het met je? Want ja, jij bent echt een topvechter geweest. Hey, je bent echt wel een geweldenaar in jouw tijd geweest. Maar opeens was je verdwenen. Dat zal niet meer de eerste vraag zijn. De eerste vraag zal zijn, waar is bij jou begonnen liefde voor vechtsport? Nou ja, de liefde voor vechtsport was er eigenlijk altijd al. Het enige wat je dan had is dat, net als iedereen, je droomt ervan om een master te ontmoeten. Die je dan natuurlijk verder brengt, zoals we in die Venus bekennen. En ik had nooit echt gedacht dat dat bij mij zou uitkomen. Mijn buurjongen was Jerry Morris. En, Jerry was mijn buurjongen. We deelden een balkon toevallig en ik had een pup. En die rende zijn huis in. En ik wilde mijn pup terug en zo ontmoette ik Jerry. Mm. En dat was dus mijn buurman. En uiteindelijk raakten we bevriend. En toen zei hij van, ja Ilon, je moet een keertje met me mee naar de sportschool waar ik train. Lucien kende ik ook, maar alleen wist ik niet dat Lucien... Lucien Carbin kende ik. Maar ik wist alleen niet dat Lucien een trainer was. Ik kende hem wel van de straat, van noem maar op, hoi hoi, doei doei. Mm. En die dag dat nam Jerry me een keertje mee naar Kops, want daar gaf hij toen les. En tijdens de eerste les was ik net een vis in het water. En Lucien pakte me die les nog uit de groep en hij zei van ja, heb je gevochten? En ja, wie in Amsterdam heeft nooit een keertje gevochten? Mm. Dus ik ken niemand. En toen zei hij van ja, ik kan je binnen een jaar kampioen maken. En eigenlijk daar is het bij mij begonnen. Wow. Ik was vanaf dat moment echt verslaafd. Ja, en vanuit daar is het meteen doorgaan naar wedstrijden vechten en dan omhoog klimmen? Ja, nou, het eerste plan was gewoon om kampioen te worden. Want hij zei, ik maak je in een jaar kampioen. En ik was binnen 8 maanden Nederlands kampioen. Zo. Ja, en 2 maanden later Europees en 2-3 maanden later wereldkampioen. Dus dat ging vrij snel bij mij. Maar ik pakte gewoon letterlijk alles hoor. Echt letterlijk. Wat op mijn pad kwam, daar ging ik gewoon voor in de ring. Maar op een gegeven moment wilde ik gewoon eigenlijk alleen de videogames. Dat was mijn eerste mission. Maar dat was mijn eerste mission. En Mario Kart de hele dag, hè? Ja, nee, Mario Kart. Nee, ik wilde gewoon een van die vechtpoppetjes zijn. Dat was mijn mission. Oh, zo. Ja, ja, ja. Dat was mijn mission. En uiteindelijk, als je eenmaal wint en je wordt kampioen en het verzamelen van titels is toch wel verslavend. Voor mij dan, tenminste. Mm-hmm. Dus ik heb op die manier dus eigenlijk alleen maar doorgevochten en... Hoe kijk jij terug op je carrière? Want je hebt echt een geweldige carrière gehad, mag ik zo zeggen. Je hebt echt in veel verschillende organisaties ben je kampioen geworden. Of het nou Nederlands, Europees, wereldkampioen. Hoe kijk jij terug? Nou, ik denk dat ik een hele mooie en goede carrière heb gehad. Het enige wat ik zeg, je hebt altijd het gevoel dat je het beter kan. Dat heb ik ook nog steeds. Ik denk ook dat ik... ik heb altijd het gevoel dat ik nog iets moet doen, snap je? Mm. En ik had gewoon soms serieuzer moeten zijn in mijn wedstrijden. En als ik naar wedstrijden ging, hadden we altijd een andere manier van benaderen, snap je? Lucien had altijd een opdracht wat ik moest uitvoeren tijdens mijn wedstrijd. Het was nooit van, we zijn compleet voorbereid, dus je gaat gewoon vechten. Het was altijd, ik wil deze partij, wil ik dit zien. En dan hield ik me aan mijn opdracht. Wat moest je doen dan? Nou ja, kijk, ik heb bijvoorbeeld partijen gevochten waarbij ik alleen maar heb getrapt. En heb ik 0 stoten uitgedeeld. Of een partij met alleen maar low kicks, heb ik ook gedaan. Of een partij met alleen maar clinchen, zonder mijn handen te gebruiken. Dus dan gaf je gewoon een handicap voor de wedstrijd? Hij gaf me standaard een handicap voor de wedstrijd. Dus het gevecht was niet eigenlijk met mijn tegenstander meer, maar het was met mezelf. Snap je? En dan kregen we in de hoek. En ik heb misschien maar van mijn 45 partijen misschien iets van 4-5 gevochten naar eigen inzicht. Dat ik gewoon kon vechten wat ik wilde. Dus wij vochten anders. We vochten met een opdracht. En Lucien had het met Gilbert had hij dat. En met Tariq El Idrissi had hij dat. En met mij. Mm. Zijn er dingen als je terugkijkt op je carrière. Waarvan je zegt van nee. Dit had ik anders moeten doen. Of dit had ik beter moeten doen. Of hier had ik gewoon anders over na moeten denken. Ja, natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld partijen. Voordat wij de ring in gingen vroeg Lucien me altijd. Wordt het vandaag een KO of punten? Toch? Dat was Lucien's vraag. Ja. En 9 van de 10 keer koos ik voor de punten. En de punten was eigenlijk simpelweg de keuze, omdat ik soms zo lang moest wachten op een wedstrijd. 2-3 maanden was voor mij het echt te lang. En dan was het, als ik 15 minuten moest vechten, dan wilde ik ook 15 minuten vechten. Want als ik dan klaar was met mijn KO, dan had ik niks meer te doen. Was dat klaar? Dan was het klaar. Ja, ja, ja. Ik heb een heleboel partijen gewoon na mijn KO heb ik zitten huilen in de kleedkamer, omdat het voorbij was. Ja. En dan kon ik mijn energie niet kwijt. Dus ja, wat had ik achteraf voor mijn record had het mooier geweest als ik die partijen vroegtijdig had beëindigen. Had ik een mooiere highlight. Mike, jij kent Ilonka ook. Hè? We komen uit dezelfde wijk met z'n drieën. Als je naar haar carrière kijkt, hoe kijk jij naar haar carrière? Ja,
er was in die tijd geen betere. Weet je, er was in die tijd geen betere. En sowieso de tijd van Lucien Carbine, ik weet nog, jongen, met die vechters die die allemaal had, joh. Dat was echt, ze waren echt een hecht team. Ja. En dat bijzonder. En, ja. Ik kan geen, niet omdat ze hier zit, maar ik kan geen betere meid bedenken in die tijd die daar stond in de ring. Mm. Ja. Dus, maar goed, als je kijkt naar de Bijlmer waar we vandaan komen, we leverden ook alleen maar monsters af. Dus, maar de mentaliteit was anders, hè? Ja, dus wat dat betreft, ik denk dat je toch een soort van honger ergens moet hebben, denk ik. Om, ja. Waar ook letterlijk honger. Ja, Nee, Remy had honger. Nee, maar ik had echt honger, hoor. Ja, wanneer je moet afvallen. Ja, maar die periode was... Was de beste periode. Ja, was fantastisch. Maar goed, het was een hele andere tijd ook, joh. Weet je, ik vertelde net aan tafel, want we hebben daar ook getraind. En de mentaliteit die je toen moest hebben, dat een trainer daar, je komt de zaal binnen en het leek alsof je al in Suriname was. Of 30 of weet ik veel. En je moest nog trainen. Ja. En dan werd ik niet gezegd van even. En dan werd het gestopt. Er mag geen rust. Nee. Of de ventilator. Ja. Waar ze nu komt, dat om ze. Ja, maar het is heel andere tijd nu. Ja. Maar weet je wat we ook anders hadden in die tijd? Kijk, nu kijkt iedereen naar de klok. Wanneer het echt voorbij is. Bij ons was het standaard zo. Wij trainden 2 tot 3 keer per dag. Nou, onze laatste training eindigde zeg maar om 10 uur. Maar wij stopten eigenlijk altijd om 11 uur met trainen. En waarom was dat? Wij hadden de training gehad met Lucien, met het sparren, met de combinaties en alles. Ja. Maar dan moesten we de zaal nog schoonmaken, eigenlijk. Ja. Maar gingen we door met trappen en met clinchen. Dus iedereen bleef na. Ja. Echt, iedereen bleef hier na. Hier rent iedereen meteen weg. Ja. 5 minuten voor tijd willen ze al weg. Ze kijken, maar inderdaad, ze kijken de hele tijd naar de klok. Het is tijd. Ze kijken naar de klok. Het is tijd, ja. Dan willen ze naar huis. Bij ons bleven we na. En we hebben gewoon... Nou, ik ben nu de boel weer aan het herinvoeren. Dat weer. Nou, succes. Ja, succes. Deze generatie. Oi, oi, oi. Het is handig. Er bestaat ook een Ilunke Elmond Foundation. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, mijn foundation is eigenlijk begonnen doordat ik hier in Amsterdam... in Amsterdam deed ik al sociaal-maatschappelijke projecten met gedetineerde jongeren en tienermeisjes en hangjongeren. Uiteindelijk ben ik uitgeweken naar Suriname, want daar heb je veel kansarme kinderen die zeg maar arm zijn of bijvoorbeeld beperkt zijn, dus kinderen met een beperking. Dat was niet mijn eerste insteek, maar daar doe ik sportontwikkelingsprojecten en organiseer ik sportdagen voor kinderen met een beperking of gewoon algemene sportdagen. Kunst- en cultuurprojecten waarbij bijvoorbeeld, het laatste project bijvoorbeeld wat ik heb gedaan is met Filling Pieces. En daar hebben we een... Mooi merk. Ja, is een mooi merk. Ja. Hebben we kunstprojecten uitgevoerd in 3 scholen in het speciaal onderwijs. Waarbij een bekende schilder naar de school toe gaat. Die geeft dus hun tekenlessen. En dan komt er een design uit. Nummer 1 en nummer 2 tekening wordt uitgekozen. En dat gaat naar Filling Pieces. En dat komt naar de volgende collectie. Oh, en dat is wel echt dat is iets dat volgend jaar weer doorgaat. Dat is een van de projecten. En ik heb iets van 67 sportdagen al georganiseerd sinds het bestaan in Suriname voor kinderen met een handicap. En dan pakken we eigenlijk kinderen met verschillende beperkingen. Maar we zorgen ook ervoor dat de begeleiders die in het veld staan bijgeschoold zijn. Dus dat je ook adequate mensen hebt in het veld die met die mensen weten om te gaan. Mm-hmm. En we zijn de grootste in heel Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Wauw, wauw. Wat mis jij nog binnen jouw foundation? Wat we missen. Of wat zou jij nog meer willen binnen jouw foundation? Is het geld? Is het meer erkenning? Is het meer aandacht? Nou kijk, wat altijd goed is, is meer financiële middelen. Hm. Want dat geeft je natuurlijk ruimte om projecten uit te voeren. We hebben een hele goede en schone naam internationaal. En financiële middelen helpen altijd. En als wij projecten uitvoeren, is het altijd... sportgerelateerd. Mm. En de reden waarom ik sportgerelateerd bezig ben, is omdat sport die helpt bij aan de karaktervorming van een kind. Dus het leert je doelen stellen en je kansen te vergroten. Mm. Weet je? En dat is wat mensen vaak, dat is eigenlijk wat we ook doen met de vechtsport. En dat is eigenlijk onze insteek geweest de afgelopen jaren met eigenlijk alle projecten die we hebben gedaan. Mooi. Dus financiële middelen is eigenlijk het grootste dat we missen. Erkenning natuurlijk is altijd goed. Maar kijk, we zijn een kleine organisatie voorlopig nog. En dat hebben we bewust gedaan, omdat eigenlijk kleine organisaties beheersbaar zijn. En op het moment dat het beheersbaar is, dan betekent dat de projecten die we uitvoeren ook beheersbaar zijn. Mm.
Dus ik kan ook altijd tot mijn resultaten komen en ik score altijd. Tot zover. En waar kunnen ze dat vinden? WWW? Ilonka Elmond Foundation. Op dat? Instagram. Ja, daar zo. Ilonka Elmond Foundation op Facebook en Ilonka Elmond Foundation op Instagram. Daar zijn wij ook. En daar kunnen ze ook storten en dingen? Nee, dan kunnen ze een mailtje sturen en dan krijgen ze een assistent en dan krijgen ze alle informatie. Super, super, super. Ik maak altijd graag reclame. waar hou jij je nu mee bezig, Ilonka? Je bent natuurlijk bezig met je foundation. Ja. Ben je nog clinics aan het geven? Ben je nu trainer? Of wat ligt er allemaal op je pad? Nou, op het ogenblik doe ik veel seminars in het buitenland. Ik ben nu terug in Nederland. Dus ik hou me bezig met het begeleiden van vechters als striking coach. Seminars doe ik internationaal. En dat is alles wat te maken heeft met vechtsporttechnieken. Als het nou vechters zijn of sportscholen die wat meer willen leren. Mm-hmm. Die huren me daarin en dan kom ik over. Dat is eigenlijk vrij bekend. Mm-hmm. Ik hou me ook bezig met motivational talks voor bedrijven. En dan praten we vaak over leiderschap en successen. Of leiderschap en diversiteit. Maar leiderschap is toch wel mijn thema waar ik graag over praat. Kijk, vanuit de vechtsport heb ik een aardige bagage meegemaakt en en dat kan ik uitzetten in het bedrijfsleven. Mm-hmm. En ja, en ook als er wat klusjes zijn in de mediawereld, is ook altijd leuk. Super. Nou, wat ik wel even wil zeggen, is dat er is een tijd geweest dat je Ilonka overal zag. Ja. En op een gegeven moment was je nergens meer te vinden. Klopt. Waar was je? Wat was er gebeurd? Nou, wat het was, ik was inderdaad letterlijk overal, maar ik wilde vechten. Ja. En ik had in die periode had ik letterlijk geen partijen. Mensen zeiden af, er werden partijen gematcht en dan werd er steeds afgezegd. En ik heb iets van 17 keer afmeldingen gehad. Zo? Ja, nou dat gaat wel... Dat gaat tussen je oren zitten. Ja, dus dat is niet fijn. En op een gegeven moment zei ik van, nou ja, kijk, als je zo lang moet wachten en je bereidt je steeds voor en je moet steeds wachten en er gebeurt steeds niks, dan is het beter om je horizon te verbreden. En uiteindelijk dacht ik, nou ja, ik kan niet alleen vechten, ik kan veel meer dan dat. Dus ik ging een tijdje de mediawereld in en dat kon aardig gecombineerd worden met mijn carrière. Maar ik heb ook altijd lopen roepen dat topsport business is, maar business ook topsport is. En ik denk dat op dat moment was het moment aangebroken dat ik dan kon laten zien dat wat ik altijd zei, dat ook zo klopte. En dus ik ben gaan reizen. Ik ben naar Zuid-Amerika gegaan, naar het Caribisch gebied. Ik ben uiteindelijk beland in Suriname. Waarbij ik mijn eerste project heb georganiseerd en begon ik met twee grote vechtsportevenementen. Heb ik echt letterlijk wereldwijd gepromoot met vechters uit Nederland, maar echt over de hele wereld vandaan gehaald. Eigenlijk meer als doel om mensen in Suriname het gevoel te geven, om te laten zien dat dromen realiseerbaar zijn als je ervoor knokt. En dat is eigenlijk het thema waar ik toen al mee bezig was. Mm. Dat mensen dan denken dat ze iets niet kunnen, maar eigenlijk dat ze er juist voor moeten gaan. Maar jij organiseerde ook in Suriname. Hij kwam daarna. Jullie waren concurrenten van elkaar, of niet? Nee, we waren geen concurrenten. Oh, niet? We waren totaal geen concurrenten. Ik was 2 jaren voordat Mike kwam. Mm-hmm. En daarna kwam ik, daarna kwam Mike. Mm. Maar mijn thema was om eigenlijk weer... kijk, als je naar Suriname gaat, Remy, dan praat men over twee sporten. Voetbal en slagbal. Voetbal voor de jongens, slagbal voor de meiden. Mm. Als het er eventueel is. Maar niemand sprak over vechtsport. Mm. Er werd zo sporadisch 1 keer in de jaar een Thaibox-gala georganiseerd, maar dat was about it. Maar wat deed ik dan met mijn evenement? Ik had een martial arts event en dan deed ik worstelen erbij, MMA, thaiboksen, kickboksen en taekwondo. Waarbij eigenlijk iedereen die een kaartje kocht om naar mijn evenement te komen, die stak het terug in de maatschappij. Dus die stapte het weer terug in een project dat ik ging uitvoeren. Mm. Dus mensen kwamen naar het evenement en ze zagen bijvoorbeeld hun buurtgenoten in de ring staan en te vechten. En toen dachten ze van, hey, vechtsport is dus niet alleen maar boksen, maar het is ook deze andere zes sporten die er zijn. En daardoor bijvoorbeeld grote namen uit de vechtsport bij ons trainen. Lokale helden vanuit Suriname, maar ook lokale helden van Nederland, Marokko, Turkije. Iedereen die kwam daar naartoe. Mm-hmm. Maar je bent in Suriname bezig geweest. Heb je niet het gevoel dat er heel veel talent daar vandaan komt? Ja, dat was dus ook juist een van de insteken waarom ik daar ben blijven hangen. Mm. Want de bedoeling was, na het evenement had ik een aardige opbrengst na belastingen. En de bedoeling was om dat te gaan doneren aan kindertehuizen. En dat is wat iedereen eigenlijk standaard doet. Maar na een donatie als dat zie je er niks meer van terug. Nee. Dus ik wilde eigenlijk... Het allerlei zakken. Het verdwijnt in zakken. Mm-hmm. Of je ziet er gewoon na 2 maanden, praat niemand er meer over. Ja. Dus ik wilde continuïteit. Dus uiteindelijk wilde ik weten waar brengt de schoen, waar knelt de schoen natuurlijk. Mm. En heb ik een project geschreven, onderzoek gedaan. En toen zag ik, nou, het ligt aan meerdere dingen. Het ligt aan degelijke sportvelden. Het ligt aan
kwaliteitscoaches, coaches die dus daadwerkelijk de background hebben. Maar je moet ook die jongeren weten te bereiken. Dus waar is de vindvijver om de jongeren te vinden? En dat kwam uit het rapport, onderzoek gedaan. En vervolgens weer een evenement. Op die manier heb ik mijn financiële middelen vergaard. Partnerschappen gehad met ROC van Amsterdam, HVA, Universiteit van Tilburg. Eigenlijk allerlei grote organisaties. Waardoor ik trainen-trainen-programma's kon doen in Suriname. Gedoneerd aan de maatschappij. Mm-hmm. En zo hebben we mensen opgeleid. En dus dat was eigenlijk mijn insteek waarom ik ben begonnen in Suriname. En dat is de reden waarom ik hier mij minder heb gezien. Mm-hmm. Maar in die regio was ik wel veel in de Maar je hebt heel veel goede dingen gedaan daar. Ik ben er heel, heel blij om. Dank je. Ik zou zeggen, blijf zo doorgaan. Dat is echt in een nutshell, maar we hebben verschrikkelijk veel gedaan. als we kijken naar jouw carrière, hè, die glansrijk was. Wat zou jij mee kunnen geven aan de jonge meiden nu? Hè? Dan heb ik het vooral over de meiden, want ik vind altijd dat ze een voorbeeld nodig hebben. De jonge meiden die nu keihard aan het trainen zijn om daar bovenop te komen. Welke eigenschappen zouden ze moeten hebben? En wat moeten ze ervoor doen? Nou, het eerste wat ik alle meiden zou zeggen is, dingen moet je gewoon doen. En niet twijfelen. Twijfelen is gewoon, je moet gewoon doen. Want als je te lang gaat overdenken, dan ga je niks doen. Dan komt er vaak niks uit. Dus mijn advies zou zijn, ga achter je dromen aan. Durf gewoon te doen waar je achter staat. Dat is gewoon echt het belangrijkste. En als je eindelijk een trainer vindt en een sportschool vindt waar je lekker bij voelt, dat is waar je moet blijven. Ja. Heb je een team waarmee je goed voelt, dan is dat het. Ik geloof ook niet in het veranderen van een succesformule. Want als het eenmaal werkt, dan werkt het. Dan never change your winning team. Never change your winning team. Heb ik ook nooit gedaan. Ik ben nog steeds bij Carbin. I didn't change that team. Dus en loyaliteit staat echt boven alles. Wat betekende hij voor jou trouwens, Lucien Carbin? Groot trainer, geweldige trainer. Hij heeft echt grote kampioenen neergezet. Wat betekent hij voor jou? Lucien is voor mij een mentor geweest. En het was een fase in mijn leven dat ik het nodig had. Ik ben iemand altijd druk geweest. ADHD'er zeggen ze dan wel eens. Ik was super druk, jij. Nee. Ik was druk, dus ik had echt de uitlaatklep nodig. Ja. En met de vechtsport kwam het goed tot z'n recht. En hij wist dat om te zetten in een positieve energie. Want ik was best wel driftig. Dus ik kon het mooi omzetten in de ring op een positieve manier. En ja, kijk, een cadeautje erbij als een belt erbij is altijd goed. Snap je? Dus dat is prima. Maar hij heeft best wel veel met me gesproken. Ik had vragen, persoonlijke vragen waar ik antwoord op nodig had. En dat bleek vaak uit. En ja, hij sprak wel goed met mij. Want jij kent toch? Jij kent Lucien Carbin ook. Ja. Voor mij is echt een mooi mens. Ja. Hoe kijk jij tegen Lucien Carbin ook? Ja, ik vind Lucien echt een guru wat dat betreft. Weet Zo werd hij ook een tijdje genoemd. Ja, maar weet je, kijk, hij heeft zijn eigen... Hij heeft zijn eigen kijk, zijn eigen visie op de vechtsport. Zoals, ik heb geen één trainer meegemaakt die zo met de vechtsport omging. Hij leefde, hij ademde vechtsport en hij kwam met technieken ook waarvan ik denk... Ah, hij kon het zelf ook gewoon helpen. Ja, hij kon... Nou, ja, nou ik zou je vertellen, ik woog toen de tijd, 90, ik weet niet wat ik woog. En toen de tijd was clinchen in. Ja. Ja. Dus ik kwam in Gein. Amsterdam Gein. Ja, beneden in dat hockey waar we trainden. En we gingen clinchen, joh. Ja. Nou, die man. Niks te vertellen. Nada te vertellen. Ja. En hij was 70 kilo, 70 74 max. Niet normaal. Dat was hij aan de zware kant, hè? 74. Weet je, dus wat dat betreft... en eigenlijk heb ik als ik hem tot nu toe zie, denk ik... Fuck man, hoe oud is die man, jongen? Hij is 71. En ik heb dat onbewust, pik je dingen mee... Ja, je pikt dingen mee van je trainers, weet je wel? Ja, dat neem je mee. Ik heb Lucia, ik heb Hippo. Daarom wil ik ook fit zijn. Ja. Ik wil ook nog met die jongens meedoen. Weet je? Ja. Ik vind dat wij een sport beoefenen waar je representatief moet zijn. Dat is wat ik vind, mijn mening. Dus ik doe ook echt mee met die jongens. Bloed, zweet, tranen. En Lucien was daar echt een groot voorbeeld van. Maar de kracht was ook, wanneer we aan het trainen waren, dat is wat hij dan zo mooi vertelt, is wanneer we bezig waren met combinaties en wij sparren dan zonder scheenbeschermers. En dan waren we aan het sparren zonder scheenbeschermers, gingen we over tot in het clinchen. En daar kwamen die nieuwe technieken. Ja. Want op een gegeven moment kom je in een bepaalde positie,
wat je eigenlijk niet hebt getraind. En dan denk je, hé, hoe kom je hier weer uit? En we zijn constant bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe technieken. En dan denk je, hé, dat is leuk. Ja. Dan herhalen we het en dan is dat volgende onderdeel van de volgende training. Ja, maar het gaat heel lang duren om over Lucien. Maar kijk, het is een man. Kijk, soms mensen verklaarden hem voor zweverig, omdat hij... We deden technische beelden zag. Maar ik zeg je heel eerlijk, af en toe zit je thuis als trainer, dan schiet er iets naar binnen. Denk je, ja. Ik ga dit morgen oefenen, man. Ja. Maar als je dat, dan ben je zweverig en dan ben je, hè? Maar ja. Lucien die, ja. En wij haalden samen met Gilbert, haalden we het uit die Street Fighter spelletjes, haalden we technieken. En het werd echt een ding. Gaaf. Laatste vraag, Ilonka. Hoe kijk jij nu tegen naar de divisie, de damesdivisie? Binnen, of het nou Glory is, Infusion, One FC. Hoe kijk jij er nu tegenaan? Ik vind dat is wel gegroeid. Er is veel meer aandacht gegeven aan vrouwenvechtsport. En vrouwenvechtsport is ook belangrijk. Ik denk dat je hebt een paar leuke vechters. Bijvoorbeeld, ik vind dat Denise het super goed doet. Denise Kiehoos. Ja, Denise Kiehoos. Daar ben ik echt... Trots, ze is een geweldige vechter. Ja, Denise doet het heel goed. Ik vind Jorina ook aardig doen. Jorina Baas. Stamp Fairtex vind ik een toppertje. Ja. Mm-hmm. Dat vind ik ook een leuke vechter om te zeggen. Dus ja, ik vind dat de laatste jaren de aandacht naar de vrouwenvechtsport goed verlegd is. Mm-hmm. Goed naar hun toe gegaan is. En waardoor je eigenlijk op die manier meer meisjes kan motiveren en vrouwen kan motiveren om eigenlijk voor zichzelf te leren op te komen. En dat is echt iets wat ik zie dat... De laatste jaren dat vrouwen dat echt meer nodig hebben. Vrouwelijke voorbeeldfiguren, vrouwelijke helden. Nou ja, ga niet weer verdwijnen. Blijf in de picture. I'm not leaving. Goed zo. Want, ik ben terug. De wedstrijden die je hebt laten zien met je Ilonka Elmond Foundation. Blijf ermee doorgaan. Blijf mensen supporten. Blijf ook de meiden als voorbeeld fungeren. Dus ja, ik hoop nog heel veel van je te zien, Ilonka. Dus... ja, je bent de inspiratie voor heel veel mensen geweest. Dus probeer dat vast te houden. Bekijk nu de volledige aflevering van Warrior Talk op warriorcode.com. Oes!